zie je in je tekst blauwe lijnen lopen, die van kader tot kader lopen, dan heb je je tekstverbindingen laten weergeven. En dat kun je zichtbaar of onzichtbaar maken via weergave, extra's, en dan zie je hier tekstverbindingen, in dit geval verbergen, dan verdwijnen ze weer. Het kan handig zijn om weer te geven hoe de kaders met elkaar verbonden zijn. Dus ik kies het weer, tekstverbindingen tonen. En je ziet hier duidelijk dat deze kaders met elkaar verbonden zijn. Je kan ook heel makkelijk fouten eruit halen. Wanneer ik bijvoorbeeld deze situatie creëer, dan begrijp je wel dat dit natuurlijk onleesbaar is zo. Want dit is eigenlijk mijn eerste kader en dat de tweede. Dus onduidelijkheden in de leesrichting kun je er ook heel mooi op die manier uithalen. Let op, die lijnen worden alleen maar getoond wanneer je de kaders ook selecteert. Deselecteer je ze, dan zie je geen lijnen meer. Je kunt het dus gebruiken voor controle om de leesrichting van je document te controleren. Ik schakel het nu weer uit via weergave, extra's, tekstverbindingen, verbergen.